Hallo allemaal. Fantastisch dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Sammy, 21 jaar en tweedejaars fiscale economiestudent. Ik ga jullie alles vertellen wat jullie moeten weten over het studeren in het hoger onderwijs. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we eerst kijken naar een filmpje over hoe jij een goede studiekeuze kan maken. Er zijn een paar dingen waar we het met elkaar over gaan hebben vandaag. Om te beginnen ga ik jullie wat vertellen wat de verschillen zijn tussen het HBO, het hoger beroepsonderwijs en de universiteit. Daarnaast ga ik jullie wat vertellen over de verschillende interessegebieden die wij hier te bieden hebben op Tilburg University. En als laatst zijn er een paar praktische punten die jullie echt moeten weten als jullie hier op de universiteit komen studeren. Blijf vooral kijken. Maar voordat we verder gaan, gaan we eerst even kijken hoe tof het is om hier in Tilburg en vooral op deze universiteit te komen studeren. Prachtige universiteit en stad, hè. Het is super tof om hier te komen studeren. Laten we eens even kijken wat de verschillen zijn tussen het HBO en de universiteit. Je zult misschien denken, goh, ik heb VWO gedaan, ik moet naar de universiteit, want dat wordt van mij verwacht. Of ik heb HAVO gedaan, dus ik moet naar het HBO. Natuurlijk is het niet zo zwart-wit. Er zijn heel veel mogelijkheden waarop jij vanaf de HAVO naar de universiteit kwam of vanaf het VWO naar de HBO kan. Nou, wat zijn nou die verschillen tussen de universiteit en het HBO? Nou, de universiteit is wetenschappelijk onderwijs. Wat houdt het nou in? Dat wil zeggen dat het vrij theoretisch onderwijs is. Je gaat zelf kijken naar hoe dingen anders kunnen, waarom dingen zo zijn en hoe ze misschien wel beter kunnen. Je bent dus veel meer bezig met nadenken over de stof. Het is echt weten en weten waarom. Op het HBO is dat iets minder. Je bent veel praktischer bezig. Je bent echt bezig met studeren voor een beroep. Daarom heet het ook hoger beroepsonderwijs. Dat wil dus zeggen dat je op het HBO meer vakken krijgt, omdat je meer kennis moet hebben van de praktijk en omdat je overal wat van moet weten. Maar dat wil dus aan de andere kant ook zeggen dat die vakken iets minder verdiepend zijn. Op de universiteit is dat wat minder. Je hebt minder vakken, maar die vakken zijn dus ook meer verdiepend, omdat je echt moet weten waar het om gaat, waarom dingen zo zijn zoals ze zijn en hoe ze anders kunnen. Dat is echt puur wetenschappelijk onderwijs. Nou, daarnaast wil dat dus zeggen dat je op de universiteit ongeveer 12 lesuren in de week hebt. Dan denk je van, oh, dat is fijn, kort naar school. Het wil zeggen dat je naast die 12 uur die je besteedt hier op de universiteit, op de campus, nog 28 uur daarnaast
moet inplannen, ongeveer, de ene zal wat minder nodig hebben, de ander wat meer, om een volwaardige opleiding te halen en ook uiteindelijk die tentamens te kunnen halen. Neemt niet weg dat je hier helemaal alleen bent. Tuurlijk niet. Je hebt hier een docent-mentor die jou kan helpen als je bepaalde problemen hebt. Je hebt een studieadviseur die jou kan adviseren. In je eerste jaar heb je twee oudere jaar studenten die jou helemaal begeleiden om dat eerste jaar goed door te komen en waar je altijd terecht kan met varen. Denk aan een soort mentorleerling die je had op de middelbare school. Maak je daar dus vooral geen zorgen om. Je wordt echt niet in het diepe gegooid. Wij zorgen echt wel voor je. Laten we eens kijken naar verschillende interessegebieden. Met interessegebieden bedoel ik een clustertje van verschillende opleidingen die samen één algemene noemer hebben, zeg maar. Als je eenmaal hier binnen bent, in je eerste jaar, kennen wij hier op Tilburg University een BSA, een bindend studieadvies. Dat wil zeggen dat je 42 van de 60 studiepunten moet behalen, wil je doorgaan. Dan maak je geen zorgen daarover. Als je een goed gemotiveerde student bent en je doet hard je best en je studeert goed voor je tentamens, dan denk ik dat het zeker te halen is. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Dus, heb je hier nog vragen over? Kijk dan misschien ook even op de site. Je bent uiteindelijk aangenomen, je bent klaar voor je eerste echte week op de universiteit, maar wat kan je nou van die week verwachten en van de verdere weken die nog komen gaan? Want dat zullen veel weken zijn, dat kan ik je vertellen. Goed, hier op de universiteit zijn er verschillende onderwijsvormen. Aan de ene kant heb je hoorcolleges, of online hoorcolleges soms. Die informatie, daar luister je naar, je maakt aantekeningen en na jouw hoorcollege ga je dat allemaal nog eens evalueren. Met die informatie van het hoorcollege kun je opdrachten gaan maken en met die opdrachten kan je vervolgens goed voorbereid het werkcollege in. In dat werkcollege ga je samen met jouw docent en medestudenten die opdrachten helemaal uitwerken. Je gaat kijken waarom dingen zo zijn, hoe ze werken en hoe ze beter kunnen. Die werkcolleges heb je echt heel veel aan, omdat je daar actief bezig bent met de stof. Nou, als je uiteindelijk al die werkcolleges en hoorcolleges hebt gehad, is het aan het eind van de periode klaar voor een tentamen. In dat tentamen ga je de stof die je de afgelopen periode hebt geleerd allemaal toepassen in dat ene tentamen. Super spannend, zeker voor de eerste keer, maar dat denk ik echt wel dat het goed komt. Naast het tentamen zijn er ook nog andere manieren om een cijfer te behalen. Soms kan een docent van jou vragen om bijvoorbeeld een werkstukje te schrijven, een presentatie te houden of een essay te maken, zoals dat heet. Dat cijfer samen met jouw tentamen vormt dan jouw eindcijfer voor dat vak. Als je voor dat vak een voldoende hebt gehaald, dan krijg je uiteindelijk mooie studiepunten. En al die studiepunten samen vormen uiteindelijk jouw prachtige bachelordiploma. We hebben het er al even samen over gehad. Je maakt een enorme sprong. Je gaat van de middelbare school naar de universiteit. En dat vergt veel zelfstandigheid als je eenmaal hier aangekomen bent. Maar geen zorgen. Je bent helemaal niet alleen. Zeker niet in je eerste jaar. In je eerste jaar zit je in een groep met 25 medestudenten ongeveer. En je hebt twee student-mentoren, oudere jaar studenten die jou helpen dat jaar door te komen. Ze stellen vragen, hoe gaat het met je, zit je op je plek, heb je een beetje leuke tijd, maar organiseren ook sociale evenementen met jou. Zodat je jouw groepje leert kennen en dat je ook een beetje op je gemak voelt hier op de universiteit. Bij dat groepje zit ook een docent-mentor. Een docent-mentor die kijkt hoe het met jou gaat, of je een beetje vooruitgang hebt, of je mee kan gaan. Maar je hebt ook nog een studieadviseur. Je studieadviseur volgt jou in jouw hele periode van je bachelor en kijkt of je een beetje bij kan blijven. Nou, daarnaast is er ook nog een studentendecaan. En die studentendecaan praat er met je over als je ergens mee zit. Als je problemen hebt, stel je wordt ziek, thuis verandert een hele situatie. In ieder geval, je hebt even extra veel moeite met studeren. Dan sta je er niet alleen voor. Er zijn genoeg mensen op de universiteit die jou erbij kunnen helpen als je problemen hebt. Dus maak je daar vooral geen zorgen om. We komen er helaas niet aan om te beginnen over de financiën, want studeren kost nou eenmaal geld. Een jaar hier studeren, collegegeld namelijk, kost om en nabij 2000 euro. Voor het precieze collegegeld kan je beter even kijken op de site. Vind je het misschien leuk om op kamers te gaan? Dan heb je in Tilburg op zich een goede keuze gemaakt. Want op Enschede na is Tilburg de goedkoopste studentenstad om in te wonen. Nou, naast het wonen en studeren heb je ook nog spullen nodig om te gaan studeren. Denk bijvoorbeeld aan studieboeken, schriften, al dat soort dingen. Dat kost om en nabij 600 euro per jaar. Daarnaast is het ook belangrijk om je het een beetje te kunnen ontspannen
eten, drinken, vrolijk zijn. Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan je eigen situatie. Je kan ervoor kiezen om 5 dagen in de week tot 3:30 in de kroeg te hangen. Maar je kan ook af en toe een keertje een terrasje pikken. Nou, tot zover de praktische informatie. Ben je benieuwd hoe ik op deze studiekeuze gekomen ben? Dat zal ik je kort vertellen. Ik ben momenteel derdejaars fiscale economiestudent. En toen ik op het VWO zat, had ik echt geen idee wat ik wilde gaan studeren. Het ging van geschiedenis in Leiden tot economie hier in Tilburg of sterrenkunde ergens in Delft. Ik wist het allemaal niet. Nou, uiteindelijk ben ik me gaan verdiepen en ben ik de open dagen gaan bezoeken, wat zeker een aanrader is. Ik ben hier op de campus gaan lopen en voelde meteen, dit is een mooie universiteit. Dit is wel een plekje waar ik me thuis zou kunnen voelen. Toen ben ik gaan kijken naar verschillende opleidingen hier en kwam toen fiscale economie tegen. Ik was altijd wel geïnteresseerd in fiscaliteit en een beetje in economie en een beetje in het recht. En die studie van fiscale economie gaf me echt de combinatie van al die aspecten. En zo ben ik tot mijn studiekeuze gekomen. Naast mijn studie ben ik ook volop aan het genieten van het studentenleven. Zo heb ik me aangesloten dit jaar bij het Tilburg Studentenkoor van Sint Olof. Daar woon ik ook op huis en zit ik bij een dispuut. Je leert een hele hoop nieuwe mensen kennen. Ik ben ook actief bij de studievereniging, waar ik een commissie leid voor de bedrijvendag. Super interessant en super leerzaam. Dus die combinatie van studeren en dingen naast je studie doen, vind ik super tof hier in Tilburg. Iedereen is warm, iedereen gezellig en met altijd overal welkom. Dus ik kan je zeker aanraden om in Tilburg te gaan studeren. Ik hoop dat ik al jullie vragen heb kunnen beantwoorden die jullie hadden over het studeren in het hoger onderwijs. Mocht je nog vragen hebben, kom dan vooral naar de open dag toe. En dan hoop ik je daar te zien. Tot dan!